Zie je screenshot inbox voor een teaser voor woensdag? Oh, let's take a look! Where is it? Die inbox. Oeh, twee awesome. Ah, is compleet. Mooi. Goed, waar rijden we mee? We hebben een stuurstand. En zij denken, hè, daar zit een 420 achter. Of een 420, een 120. Fout. Er zit geen 120 achter, maar er zit een 112 hype. En die komt binnenkort naar Steam. Hashtag Blink of Till. Sander in de building. Hey Sander, thanks for those, man. Oploper. That's awesome. Wow. Die is wel echt gaaf. Die is gaaf. Dat is echt. Wow. Damn. Anyway, let's go inside the cab. Oh, right. And we go. En we zijn vertrokken, jongens. Op naar de 50. Ja, maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Dan hebben ze zeker een reden om morgen of woensdag te komen. Nee, jongens, het is echt leuk wat we koploper in de planning hebben staan. Dus dat wordt heel gaaf. Dat wordt echt gaaf. Dus als je wil weten wat er gaat komen, ja, kom woensdag even langs. Dat wordt echt. Awesome. Okay. Do. Lovely. Oh. Awesome. Ja, is leuk. Thanks, Flying Scotsman. I really appreciate it.
Goed, 120. Oei. Het is wel zunt, David. Dit is wel wat spijtig, ja. Oké, 120. 120. Ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Als ik nu al af en toe al een 4 of een 360 tegenkom, heb ik al zoiets van. Dus. Oh, dat looks really awesome scenario. Flying Scotsman. I'm 100% sure if I can. Download it straight. Okay, it's the combined route. Direction of. Actually, I'm gonna take it out later on, but I think it will be for next week. Ja, 27 is wel echt de minimaalste, ja. Zelfs dat is tegenwoordig al een beetje het ouderwetse. Maar goed, het is nog acceptabel, omdat het nog redelijk goed eruit ziet voor YouTube. Maar je ziet ook bijna heel veel filmpjes tegenwoordig al standaard op 1080 of zelfs op de 1480 of 2160 of zo. Correct me if I'm wrong. Ik weet nog wel uit de tijd en misschien heb ik het lopen ook nog wel kunnen herinneren. In de begintijd van YouTube had je zelfs nog 144. Dat was echt insane. Right, the first stop will be well drop. It's 31 kilometers nog. 31 kilometer ongeveer tot de eerste stop. Plindro stoppen we ook nog. En Altenoen of zoiets ergens. En dan Hagen. Siegen. En dat is in de bouw. 94. 94 kilometers. Ga je even door, Joran? Oké, geen probleem, jongen. En dan in ieder geval nog een fijne avond, jongen. En slijp het lekker. En tot de volgende keer. Maar je kan zeggen wat je wilt misschien, hè, jongens, maar als een 1080 filmpje op YouTube staat met 30 fps of een 720 filmpje met 60 fps, zou ik toch eerder sneller voor een 720 met 60 fps kiezen dan een 1080. Omdat ik heb gemerkt dat fps toch behoorlijk veel doen eigenlijk. Het verschil tussen 30 en het andere, dus dat scheelt behoorlijk. Sprinter girl. Hallo. Zo, de repaint, of dit is een repaint van de 112. In my opportunity, it's one of the best ones. So far as I know, it's a repaint. Correct me if I'm wrong. It's lovely. And the nicest thing is, it's coming to Steam. Pretty soon. Maybe already this week, but I'm not 100% sure about it. But look at that details, guys, on the roof. Such amazing. All the firing.
Virtual Railroads hype. Inderdaad, we draaien op de Hagen Sieger V3. Yes, indeed, Raakjes, indeed. This combination is, I really, really, really like it. Normally the 112 is awesome, but this is more awesome. We zijn net vertrokken in Hagen en we gaan richting Siegen. En dit is versie 3 om precies te zijn. En ons eerste stop zal zijn in ongeveer 25 kilometertjes. Daarna hebben we er nog eentje van 46 staan en we hebben er nog eentje van 85 staan. 58, sorry. En onze eindstop zal zijn over een kleine 88 kilometer. Ah, ik vond het wel een leuke post. Alleen een beetje, ja, ik leek wel of de kwaliteit wat minder was, dat wel. Wat voor telefoon heb je elke... This scenario is, yeah, this is one of the longest scenarios that I'm doing. Well, actually, this is the max that I will do. But you see now that the reason why, that I only can plan in 3 scenarios. Maybe 4 if I was done the last one shorter, but yeah. Oh, 100, damn it. I think that's true, and I think it's already on the spreadsheet if I'm not mistaken. Yes, that's true, yeah. Yeah, I believe it's already on the spreadsheet, and I'm not 100% sure. It is. Klopt. Deze versie is vele malen beter inderdaad dan de originele. Leuk! Afgezien de lijk af en toe, maar dan ligt meer om lekker zee. Papapadapadam. Oh ja, staat er al bij. Thanks. And back 24 FPS. Oh, oké, okay, ja, ik maak op dit moment gewoon foto's met mijn iPhone 4S nog. Als het een beetje mee zit, heb ik over een paar maandjes, of in ieder geval over eind van dit jaar hopelijk de 7. De iPhone 7. Welkom back, GamerL. Verder. Als je trouwens een route zoekt waar je veel verkantingen hebt, is dit toch wel een van de beste routes voor verkantingen. Berkendam heb je dan nodig, dat is de koopversie van hunzelf, Rails. En als je die wilt, dan moet je hem kopen. Weet ik niet precies wat de prijs daarvan is. En daar zitten alle andere signs en dergelijke, en toeters en bellen in, en weet ik het allemaal. Staat op de spreadsheet op dit moment de link als je wilt, John. Echt een fantastisch leuk scenario. Als je een beetje van lange ritten houdt en zeker op de Hagen Sieger, dan is dit zeker wel een aantal bevelen scenario. Tot nu toe. Ik weet natuurlijk nooit hoe het in de loop van de tijd kan zijn, maar...
Volgens mij was die trouwens van TTP die 101 of was het 145? Wow. Oh, dat is 185. Awesome. Ja? Awesome. Ja, normaal gesproken zit ik maximaal 45 à 60 minuutjes. Maar zo af en toe is een keertje is dat best leuk. Yes. En trouwens, voor degenen die afgelopen zaterdag ook hebben gekeken en vrijdag, weten misschien dat ik ondertussen een, benaderd ben door een bedrijf om eventueel een partnership te gaan worden. Ik ga er deze week naar mailen en kijken wat we daarmee kunnen doen. Als het een beetje mee zit, kan ik jullie daar volgende week meer antwoord op gaan geven. Hoe of wat. Dus ik ben daar ook wel benieuwd naar. En ik heb alleen nog geen idee hoe of wat we dat we daar kunnen gaan spelen, maar ja, ik ben wel benieuwd. Het is dan helaas nog niet op met Twitch partnership, maar ja, in ieder geval ook wel, maar die kunnen we misschien al proberen. Dus ja, we zullen zien. Goed bezig, Sander. Ja, ik adviseer wel de Pioneers Edition. Ja, oké. Okay. Tier 26 hype. Lekker hoor. Ja, zoiets zat ik aan te denken, ja. Nou, op zich klinkt wel goed hoor. Alleen dan is me net de vraag, gaan er echt mensen gebruik van maken, weet je? Want ik moet zeggen, het aanbod op die website King's TS is niet zo groot. Kijk, het is geen Greenman Gaming of G2A of weet ik veel. Dus het is maar redelijk beperkt. Dus daar zit ik nog een beetje mee van, ja. In wat voor zin zou het zijn, maar wat je zegt, Gamer, ik denk dat het wel zoiets kan zijn, ja. Ja, dat is wel weer zo koplopen, dat is wel waar. Maar wil je zeggen dat, als je iets koopt, dat je maar één keer die code dan bijvoorbeeld kan gebruiken of zo?
Of had ik hem even niet? Prison hype. Ah, muis werkt mee. So the next stop will be in 9.7 kilometers. Let's break down to 80. Ja, ik drukte gewoon het verkeerde knopje in. Jazzy Jeff, thanks for the follow man. Really appreciate it and welcome to the stream. Much appreciated. Anyway. Eens even kijken, wat heeft GamerNL nou gelinkt? A little bit more traction now. Rob Jansen, hi, thanks for the host man, really appreciate it. Waar is die brug van? Ik begin nog even geen lampje te branden waar die brug van is. Oh, Spaanwoude. Ah. Anyway. 100. Let's go. En Mitchell. Thanks for the host, man. Awesome. En Gerwin in the host. Thanks for the host, man. Awesome. There it is. Oh, not the first. Yeah, no. Hey, Remy. Niet te veel tractie erop geven. Oh, sorry. Ik zal erop letten, NL Wheels. Oké, 80. Dat is heel makkelijk uit te rijden, rekenen. De route is ongeveer een gemiddelde snelheid van, heeft die van 140. Als je de gedeelte bij Lubeck optelt, zal de gemiddelde snelheid zijn 120. Dus rekenen uit de afstand. Dus ja, daar heb je eigenlijk niet veel profijt van. Ik denk dat je dat toch al gauw op een anderhalf uur zit. Dus ja, daar kom je niet aan. Ja, anderhalf uur toch wel, doe je er zeker wel over. Als het niet langer is, ik denk zelfs nog stiekem langer. Anyway, 100. Ja, echt hè. Ja, maar het voordeel is de TGV heeft daar totaal geen profijt. Net als de ICE, die hebben er eigenlijk helemaal geen voordeel. Rijden er wel, maar ze hebben er gewoon geen voordeel aan. De maximale snelheid op over de route is dan 160 km per uur. Ja.
Maar dat heb ik eigenlijk niet zo gevolgd, in, Sander. Oh, not the first. Okay, there is our first stop. Ja, oké, maar dat is niet echt aan te raden natuurlijk. This is actually one of my favorite routes, Flying Scotsman. It's definitely better than the original ones. And I must say, some guy is working on this route as well. To get it almost the same route into Steam, because this one version is not compatible with Steam, sadly enough. But there is someone is working on it to get the same as this one, but only with already used DLCs on Steam. And the current version that you now see is already out for at least 1.5 years now, and this is version 3.1.4. And sometimes there are bug signs, like this one. Ah, hij had er wel op kunnen. Nou ja, maar. Anyway, maakt niet uit. Hey Joep, goedenavond. Hallo. Wel, wij zeggen trouwens, David, mijn oude camera. Mijn. Kijk, dat was een Nikon Coolpix L16 volgens mij. En die kon ook alleen maar op 480 opnemen. Oh ja, en dit snap ik ook nog steeds niet. What the hell are the people doing here? I'll be back in a second, guys. Ja, daar lijkt het op, ja. Nou, ik vind het wel lachten. De bush people, lol. Nee, hij is wel goed, Rob Jansen. Awesome. Nee, blijkbaar. Right, breaks off.
Anyway. Awesome. Zeg, heeft Windows wel ooit meegewerkt dan? Ja, dat je meer een open world krijgt, dat is zeker, ja. Het ziet er wel realistisch uit. Ik ben alleen benieuwd, ja, tot in hoeverre gaat het zich uitwikkelen. En tot hoeverre is daar nog de mogelijkheid om eigen scenario's te maken en eigen ideeën of iets. Of... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe heel de edit mode en dergelijke gaat zijn. Dus ja, we zullen zien. Alright, the next stop will be in 18 kilometers. Is goed. Ja, als er een nieuwe trailer is, dan kan je het ons wel laten weten. Yep. Weet je wat trouwens ook wel geinig is om te zeggen, jongens? Ik ben zelfs bezig geweest met een repaint te maken van deze wagon voor een ICR stand. Alleen dat heb ik maar snel opgegeven, want het ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. Maar het was op zich wel leuk geweest als het wel was gelukt. Maar helaas. Die was goed, uitwerken was ruk. Ja, een soort fictieve repaint. Maar daar heb ik wel snel omgegeven. Ja, hij was ook niet goed te doen. Maar ik vond het wel lach om het skit te proberen. Is ook nog tijdsgebonden scenario? Ja, het is ook nog zelfs tijdsgebonden. Wow. Maar ik thuis niet eens in de gaten. Ja, dat zou ook nog kunnen. Hey, pek meneer. Hallo, hallo.
Die CNP. Wow. Ja, best wel, hè? Ik kan wel zeggen, ja. Nee, VR. De hele trein is van Virtual Railroads. We begonnen, dat is eventjes nog tezijde, maar in ieder geval het stuurstand en de 112 zijn 100% van Virtual Railroads. En zo te zien zijn de wagons ook van de Virtual Railroads. Zo te zien. Ja, ik dacht het als wel. Hey, Great Red! Hallo! Alright, 100. Kunnen we lekker 100 gaan rijden. Op ongeveer een kleine 11 kilometer. We liggen aardig op schema zo te zien, dus dan moet het goed komen. Oh, niet te snel. Te fast. Nice. Edmonds, lol. Oké, a little bit faster. Traction off, break down to 80. Wij velden remmen 80, jongens. Een beetje meer. Zo. Goed zat, perfect. Bam. 180, sorry. En let's take a look. You know what, let's take a look on the map, shall we? So, we started in the north, guys, in Hagen. Over here. And everything that you see, out of the line is extra and new. At the moment we are driving over here, so that's almost halfway through. Are we already halfway through? God damn it. And also this extra branch line to this to the east is added. And the rest is on track base the same. In ieder geval het gedeelte wat je net al een beetje naar buiten zag, de mainline, dat is allemaal extra toegevoegd. En de rest eigenlijk wel qua spoorlijn, zeg maar, hetzelfde. Ja, ik had gezien, Joep, je gaat over Spaanbode, bedoel je? Of is er weer iets nieuws?
Oh, dit is zelfs de splatsing. Oh my god. Oh, is Spaan waar? Oh, is dat bij Haarlem? Dat wist ik helemaal niet. Eeuw. Maar dit ziet er toch wel verdomd goed uit. Tjeetje. Awesome. Hey, die had ik nog net niet gezien. Maar hij werkt mee. Ja, dat wist ik echt niet dat Spanwoude bij Haarlem lag, ja. Hagen ligt net onder Düsseldorf, of in Duisburg, sorry. Beetje, ja, de westen zeg maar van, nee, ten oosten van Düsseldorf. Delhuis, ik dacht het wel. Zeg maar wel iets namelijk. Right, next stop is in about 4 kilometers. Binnen 4 kilometer moeten we een stop maken. Even kijken, staat er toevallig al nog op de lijst? Ik denk het haast niet. We gaan nog niet stoppen, maar het kan goed zijn dat we wel doorheen komen. Want we rijden heel de route af. Ja, dadelijk als we bij station zijn, kunnen we ook best wel doen. Anders rijd ik dadelijk nog voorbij station, dat moeten we het niet hebben. Ja, Klindertorp is in ieder geval het volgende station. Ik kan daar wel even voor je kijken. Ik weet niet, Victor heeft het wel heel druk op dit moment, ja, dat klopt. Goed, even lekker op de seinen blijven letten. Nog mooi allemaal groen. Laten we met deze snelheid even binnenkomen tot 50 aankomen. Nou, dat moet in principe wel te doen zijn. 51 weer vertrek. Nou, dat is goed. Goed in elkaar. Voor de Taurus die op de Simmeringenbaan zitten, zitten geen repaints voor zover ik het nu toe weet. Waar je dan wel voor kan vinden is de standaardversie van, zeg maar, de zwarte van de HRQ. Oké. Bingo. Ik vind het een leuk plaatje zo. Goed, Flintrop is
Hero. Ja, god, wat zal dat zijn? Hè? Weet je hoeveel stations er hier op deze route zitten? Hagen. Hagen. Let maar die. Lettenberg. Flintrof, waar nou zijn? Even kijken, waar komen we daar nog langs? Is Grevenburg. Meggen. Meggen. Altenhoenden. Hope I say it right. Wie nog? Weet je nog iets? Besser. Ja? Ja, het is ook altijd iets apart, ja. Naam zegt me ook redelijk van wat, maar. Echt? Oké. Okay. Nee, ik denk niet dat het. Maar waar ligt dat dan eigenlijk? Want die naam die zegt mij wel iets. Siegen. Is het Siegen zelf? Die naam zegt mij wel iets. Anyway. Ja, dit is de Hagenziegen inderdaad. Oh, niet te snel, Rob, niet te snel. Klopt. En thanks Stefan voor de host en welcome to the stream. Nee, volgens mij zit hij er echt niet in. Nee. Ja, de naam zegt mij wel iets, maar. Ja. Hey, beliefjes. Goeie avond. Hey. Zo. So. 120. Even lekker 120 aanhouden hier. Al flink een bergsknop hier. Even lekker peper erin douwen. Hey Ruben. Heb je niet opgemerkt joh, hoe is het ermee? Ja, dan rijden we weer iets te snel, het is ook nooit goed. Ja, er zit geen extra cruise control in deze trein, dus ik moet echt alles een beetje zelf doen. Zo meteen weer terug naar 100. So the next stop will be in 8.3 already. Oké, okay. En in total 7.3
Precies 7. Goed, nog 37 kilometer ongeveer. Ja, dat is wat te doen, denk ik. Zometeen afremmen naar de 100. Anyway. Oké. Ja, ik heb de lijst ook niet opgenomen deze keer, dus ik zal toch niet weten wie precies allemaal in die chat zit. Dus, in ieder geval, redelijk wat mensen op dit moment zie ik, dus dat is leuk. Computerfreak Daan, David, Desperate Jeff, Easter Roots, Flying Scotsman, Gerwin, Greybet, Horakius, JCDF, Jepperama, John, Joep, Lassan, something. Mark, Misfun, Mitchell, NL Rails, Patrick, Prank Meneer, Rail voor Bram, Remy, Ruben, Sander, Simon, Stefan, Treinspot in Nederland, Believius, Gamer NL, Koploper en Rob Jansen. Dus lekker veel mensen aanwezig. Welcome everyone to the stream. That's all the people are in the chat, so as I can see. Maybe there are more. I have no idea. Yeah. Awesome. Dus zijn we al verder gegaan dan 90. Oh, dat zou goed kunnen. Kevin, ik heb dat niet opgestaan dit moment. Het is me al opgevallen als ik het zelf niet in de gaten zie dat het ook het beste gaat. Doe dat ga je wel graag genieten, jouw programma. Awesome! Laten we ook zeggen, nog maar een beetje uitbollen. Dak je er maar helemaal af zelfs. Peter. Oh, dat is trouwens ook wel leuk te laten zien, nou Bliefjes aanwezig is. Het rijdt best wel met een leuke combi eigenlijk. Dat ging niet helemaal goed. Ja, daar komt onze gewone stoppel aan. Beter. De 112 natuurlijk op de achterkant. Altijd leuk. De tegentrein. Die laat hem lekker helemaal uitrollen. Ja, die gaat er naar beneden toe. Kijken welke is de aankomsttijd. Oeh, that's close. It's gonna be close. Gaat wel heel erg krap worden, maar er is anders geen. Ja, hij ging naar beneden, dus kan ik iets voorstellen, maar inderdaad. Nee, doe maar wat.
Lang maar in Dutch Classics is op zich. Voor een preview vind ik dat goed te doen. Lang het iets van Chris Trends is, voor een preview prima. Want dan kunnen we het ook het echt het beste beoordelen, namelijk. Dus, toen nog netjes op tijd. Ja, van Marca 96. Van een fictieve route. Zo. En bingo. Ik kwam trouwens nog iets leuks tegen. Ik was dus het filmpje van Arjan V aan het kijken. En die heeft gisteren ook de video van de Kaifuk naar Venlo in 2 geüpload. Met de splitsing in Eindhoven. Awesome. En het grappige is dat als hij wegrijdt in Eindhoven, zie je aan de rechterkant ook nog die 4 plan V staan. Die gebruikt zijn afgelopen weekend. Dat vind ik wel bruut om te zien. Uitgerekend die 4 daar nog in zitten. En terug in Breda had hij ook al Victor gespot. Dat was wel echt bruut, tenminste. In ieder geval heel hebben en houden. Dat vond ik wel lachen. Oh, tuurlijk. Duh. Schiedsvoorgang eingeleitet. Nou ja, de SSN bedoel ik dan. Moet je maar eens de video pakken van Arjen V en dan eventjes doorscrollen naar Breda en dan zie je dat we hun daar staan. Dat is wat ik zien. Oeh, trak je eraf. Juist op tijd. Kom meteen terug naar 70. So the next stop will be Siegen en het is in 28.5. Nog 28.5. Van Arjan V. Ik denk dat ik. Nou, wel. Misschien hoef ik niet meer af te rennen. Volgens mij gaat het perfect zo. Ja, perfect zelfs. Moet zelfs een beetje tractie bijgeven. FPS zijn op dit moment tussen de 30 en 40, dat is awesome. Ik zeg het geheugengebruik is in dit geval ook best wel goed. Ja, hij is in de 4K opgenomen en opgeloot, dat is awesome, dat is voor routebouwers ideaal. Dat is ook mede waarom ik trouwens Bokstof zo snel kon neerleggen. Met dank aan hem.
Ja, ik denk dat het wel slim is om dat te gaan doen dan Trainspotter. Anders gaat het denk ik niet echt succes worden. Die camera's zijn duur. Op zich wel mee, ligt eraan wat je zoekt. Op de GoPro's bijvoorbeeld, die hebben dat al en die zijn volgens mij 300 euro of zo. Als ik me niet vergis. Ja, ik zit net even te denken of die iPhone 7 dat wel 4K hebt of niet. Dat weet ik dus niet. Ik dacht dat haast wel. So the arrive time is 23. Ah, oké, okay, it sounds good. Oh, Matt Pendleton is still living. Ik heb bijna niet eens het gevoel dat we al bij de 90 minuten onderweg zijn, jongens. In heel deze trein. Ja, dat kan. Ik weet niet. Ik zit nog heel erg te twijfelen of ik de. Als ik een. Welke iPhone neem, daar is S Plus of de 7. Daar zit ik nog een beetje mee te dubben. Maar goed, ik moet nog eventjes twee maanden wachten. Dus we zullen zien. Hey Victor! Goeie. Ik ga ervan uit dat Victor is. Hoe is het ermee? Een beetje tractie erbij. Ik ben bijna aan de bovenkant van de heuvel. Hier 26. Oké, dat was something really strange. Het wel een beetje heel erg apart. Kijken of we... Oh, dat is passagiers view. En daar kan ik eigenlijk niet voor. Beter. Ruchtsiegelijn V3 kan je nergens krijgen. De Hagensiegen V3 1.4 en die kan je vinden op de Duitse Railsim site. Oh, oh, oh. Allee. Hey Rom. Kunnen we hier of zullen we wel een keer of zullen we een drive bij doen? Ja, laten we hier een drive bij doen. Twaalf hype. Oh, dit gaat interessant worden. Is hier de tunnel? Ja, hier is de tunnel.
Dit wordt leuk, jongens. Dit wordt leuk. Actie loopt op, dat is mooi. Ik ben alleen vergeten een screenshot te maken. Ja, jammer. Een beetje de rem erop, ouwe. Even kijken. Waar rij je op dit moment op de Hagen Siege versie 3, Victor? Ah, in ieder geval leuk te zien, of zo te, in ieder geval leuk te horen, Game Channel. Awesome. Mijn muis van mijn laptop is scheid irritant te doen. En Rails, het is niet Rugsiegelein, het is Hagensiegen. Die routes zijn vernoemd. Het is Hagensiege versie 3.1.4. En ik, zoals ik je net al zei, het is op de Duitse Railsim site. And you can network to. Thanks, Ruben. Maar je moet wel een heel berg met dingen voor installeren. En de seinen zijn ook het moeilijkste te vinden van alles. Ondertussen rijden we lekker naar beneden toe. Nog 11 kilometer te gaan. Awesome. Lol. Lol, we got ourselves some transcoding and Matt don't ask transcoding. Lol. Goed, wij hebben in ieder geval wel transcoding, jongens, en Matt heeft het dus gewoon niet. Zit hij daar met zijn 69 kijkers en geen transcoding? Moet ik trouwens ook niet over zeiken, want ik had het vorige week ook niet, dus whatever. Goed, anyway, we hebben nog ongeveer kleine 10 kilometers te gaan, zo'n 10 kilometers to go, guys. And then we are at the end of this scenario. It was a long journey, but a great one. We don't need some traction. Ja, we hebben als het goed is, hebben we transcoding, dus ben je daar, hoe ben je dat dan aan het loaden dan, of downloaden Transport naar Nederland? En hoeveel gig is dat in totaal wel niet? Ja, dus kwaliteitsoptie heb je dan.
Zo. En we rijden nog steeds gewoon op eigen gewicht naar beneden toe. Dat is helemaal fantastisch. Scooter hype. En we krijgen 5,5 km. Hoe was mijn weekend? Ik heb eigenlijk niet veel gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is vooral aan de route gewerkt. Ik heb bijna, of ja, een hele verbinding tussen Best Noord en Boxtel met aansluiting naar de Best, nee, naar Den Bosch en Tilburg paar sporen afgewerkt. En voor de rest heb ik eigenlijk niet veel gedaan. Ik ga komen het eind van de week ga ik in ieder geval even een lekker weekend weg. In ieder geval een paar dagjes weg. En dat is natuurlijk wel echt gezellig. Ik ben wel gewoon te bereiken voor de mensen die mij willen bereiken, maar ja. In ieder geval niet met een livestream helaas. Nee? Oké. Was het niet zo gezellig dan, nee? Moet aankomen op ongeveer, was het alweer 23, dus laten we een klein beetje tractie erbij geven. Een beetje weer afremmen, natuurlijk niet te veel. Goed zo. Ik ben ook even met een scenario bezig. Oh. Ja, mijn. Op een of andere manier zitten we iets met mijn laptop niet. Bij het volgende station moeten wij in ieder geval stoppen. Klein beetje nog. Dat ziet er leuk uit, GamerNL. Hij is op de Zuidwest zo te zien. Awesome. Is het lijkt op Zuidwest. Awesome, awesome, awesome. So are we not stopping at the end of the station? No, it's not yet till the end. Zuidoost, ja. Zuidwest, ja. Zo. Afremmen maar. Ik shooter incoming.
Kanting in een station. Nice. Hey, Silent. Goedenavond. Anyway. That's a bingo, guys. Als je nou pas dat de plat, het forum daar in één keer anders zijn. Zie ik nu pas. Oh my god. Yep, ik wou net zeggen, NLVLS. Ik wou net zeggen. En Matt heeft zijn eerste voor vandaag ook alweer binnen. Ja, ik heb altijd nog een stream openstaan op mijn laptop. Dus ik heb hier niet meer niets 5 schermen hangen, dus ik kan altijd nog wel iets extra kijken. Ook al gebruik ik maar 4, maar goed. Well done, you have completed the scenario successfully. Awesome hype. Awesome. Oh, 4 minutes, quick shorter. GG!